Ongeveer een weekje geleden was de sterkracht van Byron gereleased. Die was echt niet normaal goed. Maar er is iets bijzonders, want er komt nu ook een tweede sterkracht voor Edgar. Ja, dat kon je wel verwachten, omdat Edgar nog maar één sterkracht had. Natuurlijk komt er dan een keer een tweede sterkracht uit. Maar in ieder geval, die komt morgen uit. Morgen komt die online in Brawl Stars, dus dat is heel nice. En vandaag gaan we er dus al mee spelen. En dan gaan we testen hoe goed die daadwerkelijk is. Ik ben echt super benieuwd, maar daar gaan we dus achterkomen. En als jullie ook zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 5000 likes. Wordt gewaardeerd als je dat doet. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je trouwens morgen bijvoorbeeld dozen openen om zeg maar de sterkracht te krijgen van Edgar, gebruik natuurlijk de code BOUS. En mocht je ook giftcards daarvoor nodig hebben, dan kan je natuurlijk via Ik Wil Te Goed Google Play kaarten kopen. Link staat in de beschrijving. En dan zorg je ervoor dat je gewoon ja, genoeg geld op je account hebt staan, zodat je ook iets kan kopen in Brawl Stars. Natuurlijk net zo handig. Maar ik denk dat de meeste van jullie wel meer hebben aan de sterkracht van Edgar dan van Byron. Want Byron is een mythisch knokker. Moeilijk om te krijgen. Maar Edgar heeft iedereen. En er zijn zoveel mensen die Edgar zijn. Dus het is sowieso goed om te weten wat de nieuwe sterkracht inhoudt. Dan weet je een beetje wat Edgar kan doen op het moment dat hij zeg maar sterkracht heeft. Dan heeft hij twee opties natuurlijk. Dan heb je een van de twee sterkrachten. Maar in ieder geval, dit is de originele sterkracht die er nu al is. Ook nice. Als je je super inzet, doe je 1000 schade extra. Toch chill meegenomen. Maar dit is de nieuwe sterkracht van Edgar. Edgar krijgt 25% extra gezondheid via de schade die hij aanricht. Want Edgar krijgt al HP erbij op het moment dat je zeg maar damage doet bij iemand. Ik weet niet precies hoeveel HP dat is. Maar in ieder geval, je krijgt nu dus nog meer HP erbij. Dus dat is nog chiller. Je krijgt schadeomzet in gezondheid is normaal 25%. Dus nu krijg je nog 25% erbij. Dus dat is eigenlijk 50% van je schade krijg je gewoon terug in HP. Dat is ziek veel. Dus ik denk persoonlijk dat dit een hele goede sterkracht gaat worden. Maar we gaan erachter komen. We gaan vriendschappelijk doen. We moeten helaas tegen bots op dit account. Dus een Brawl Stars van de makers. In ieder geval, het is net wat anders. Je kan niet online spelen. Dus we gaan het hier gewoon lekker even tegen bots doen. Maar ik heb echt een leuk eiland gemaakt. Oh nee, ja, deze heb ik gemaakt. Die had ik de vorige keer ook. Maar ik heb hier een nieuwe gemaakt. Oh, dit wou ik eigenlijk niet. Ik wou nog even sluiten. Ik wou nog even laten zien hier zo. Ik heb gewoon een mini klein eilandje gemaakt. En daarmee moet je met z'n allen gewoon vechten. En dan heb je meteen een beetje idee of Edgar goed is. Want je hebt wel vaker dit soort maps, zeg maar, in solo showdown. Dat je gewoon een klein eilandje hebt. En dat je gewoon iedereen moet hitten. Nou, ik denk dat Edgar best wel goed kan zijn met deze sterkracht. Omdat je gewoon heel veel HP erbij doet. Waardoor je gewoon veel langer kan overleven. Dus we gaan eens kijken of ik dit misschien kan winnen. Gewoon met Edgar en zijn nieuwe sterkracht. Dat zou toch ziek zijn. Ik zal even mijn super inzetten en dan overleef ik net wat langer. En kijk dan hoeveel HP je erbij krijgt. Dit is echt niet normaal. Dit is echt ziek. Edgar is sowieso bizar goed. En inderdaad, hebben we nu gewonnen. We kunnen trouwens zo meteen ook nog aan het begin even cage inzetten. Ik ga even een paar potjes doen. Even kijken hoe goed de sterkracht van Byron. Nee, Byron. Van Edgar is in zo'n map als deze. Ik zal meteen even gadget aanzetten. En dan gaan we hier zo meteen hits doen. En dan kunnen we meteen mijn super aan doen. Dan blijf ik zeg maar iets langer in de lucht. Rosa, ook supergoed. Van Rosa is het moeilijk om te winnen. Maar we zijn nu tweede geworden. We gaan nog even 1 of 2 potjes doen. En als we elke keer in de top 2 komen, dan zegt het eigenlijk wel genoeg. Dan is Edgar in dit soort maps bizar goed. Dan hoop ik dat er binnenkort in een solo showdown map weer zoiets komt. Dat ze... Oh, ik ben... Oh! Lol! Oké, dit was baal. Ik stond bij een Shelly en een Bull. Ik was gewoon meteen dood. Voordat ik het deed. Oké, je kan dus ook 10e worden. Oké, maar we gaan nu nog een keertje doen. Dit wordt het laatste potje. Moet ik niet vergeten mijn gadget in te drukken. En dan moet ik eigenlijk even bij knokkers gaan staan die niet te sterk zijn. Maar ja, dat heb je natuurlijk aan het eind ook. Oké, dit gaat goed, dit gaat goed, dit gaat heel goed. Ja, Edgar is sowieso goed. 1 potje dan 10e. Voor de rest alleen maar 1e of 2e. Dus dat is best wel nice. Maar laten we nu maar even die andere map van mij gaan spelen. Die ook erg leuk is. Die had ik de vorige keer gemaakt bij Byron. Toen we met Byron gingen spelen. De nieuwe sterkracht. Die ook super goed was. Maar dan gaan we nu eens spelen met Edgar. En ik denk dat Edgar in deze map wel heel goed kan werken. Want Byron was toch iets minder geschikt in deze map. Want het is toch wel een map voor redelijk dichtbij. Maar met Edgar gaat het sowieso beter. Kijk, hier kan ik mooi even al wat kisten tegelijk openen. Zou je naar zo'n Bam gewoon toe kunnen lopen en gewoon hits kunnen doen? Ja, want je krijgt gewoon HP erbij. Dus je bent... Nee, Edgar. Ik begin met de hele tijd tussen Byron en Edgar. In ieder geval, hij was heel goed, maar hij wordt nu nog veel beter. Dat is echt niet normaal. Je kan gewoon naar knokkers toe lopen, omdat je gewoon toch HP erbij krijgt. Ik denk alleen een Shelly en een Bull. Dat zijn denk ik de enige knokkers die dan...
waar je dan niet naartoe kan lopen. Maar voor de rest maakt het niet uit, joh. Je bent niet normaal sterk. Moet je wat. Waar is trouwens de rest? Ik denk dat de rest nog ergens aan de zijkant zit. Ik heb nu wel lekker 14 krachtpunten. Ik ga eens kijken. En er wordt hier opzij gejumpt. Ik zag dat hier de jump werd genomen. We gaan eens kijken. Oh, ze gaan opzij. Dat is niet slim. We kunnen hem alsnog... Hij gaat dood. Waar is die andere? Ik denk dat die ook zo dood... Oh, die is daar. Oké, het is een bol. We gaan dus erop jumpen. Nu doe ik geen damage, maar we gaan eens kijken. Van dichtbij bij die bol. Ik doe dus zo snel damage. Dat is echt niet normaal. Die bol kan niks. Ah, natuurlijk heeft hij ook veel minder krachtpunten en is het een bot. Maar dan alsnog. Kijk, ik kan ernaast staan en zelfs dan win je nog makkelijk. Echt bizar hoe goed Edgar is. Ik denk dat deze sterkracht nog beter is dan de oude. Weet ik niet zeker. Laat me weten in de reacties wat jullie ervan denken. Maar laten we nu maar eens gaan spelen in een afstand map. Dat is ook wel leuk. Gewoon in een afstand map waar je normaal gesproken alleen goed met Piper of Brock of zo kan spelen. Hebben we er eentje van? Dan gaan we eens kijken. Ik zie jullie wel weer als ik er een heb gevonden. Ja, ik heb hier eentje gevonden. Donkere gangenstelsel. Dit is natuurlijk deze map. Echt puur voor afstandknokkers. Meestal wordt het gebruikt voor afstandknokkers. Je hebt wel wat bosjes. Je kan met een dichtbijzijnde knokker spelen. Maar dat werkt gewoon normaal gesproken niet. Oké, we gaan eens kijken wat die Barley doet. Daar kunnen we gewoon naartoe lopen. Dankjewel. Sterker nog, we kunnen gewoon over zijn gif heen lopen. Het maakt niks uit. Want je krijgt gewoon zoveel HP erbij. Dit is echt zo'n sterke kracht waarvan ik denk dat hij in de toekomst minder goed gemaakt gaat worden. Denk ik persoonlijk, maar ben ik niet zeker natuurlijk. Daar liggen nog kistjes. Oh, in het midden liggen allemaal nog kistjes. Dat is wel chill. Dat is wel het voordeel met bot spelen. Die gaat nooit rechtstreeks voor de kistjes. Heel vaak laat ze die kistjes gewoon liggen. Ik ga wel even naar die boel en dan gaan we gewoon damage doen. Ah, dit is echt niet normaal. Per hit kreeg ik gewoon meer dan 300 HP erbij. En je doet meerdere hits. We kunnen zo meteen wel even kijken in de testmap. Hoeveel HP je er dan per hit bij krijgt. Bijvoorbeeld als je 0 krachtpunt hebt. Dan gaan we zo meteen even kijken. Eerst gaan we natuurlijk dit potje nog even winnen. Is het idee. Rosa, komt u maar, komt u maar. Ik krijg nu in ieder geval gewoon 450 HP erbij of zo. Dat is echt niet normaal veel. En je doet meerdere hits, hè. Dus dat gaat echt super snel. Die Shelly... Boom, dat was hem. Oké, nice. Easy game, easy game. Dan moet ik eventjes gaan testen. En dat doen we dan... Nee, dan moet ik eventjes verlaten en dan kunnen we dat natuurlijk hier doen. Proberen. Dan gaan we eens kijken hoe dit speelt. Dan moet ik eerst eigenlijk zorgen dat ik wat HP eraf krijg. Op het moment dat ik wat HP eraf krijg, dan kan je precies zien hoeveel HP je er weer bij krijgt. Deze schiet. Ja, ja, ja. Dus hier kunnen we HP eraf krijgen. Zorg ik er even voor dat ik HP eraf krijg. En dan ga ik daarna even naar die grote robot. En dan kunnen we zien. Oké, top. Dit is perfect. Ga nog even schieten. En dan kunnen we nu zien hoeveel HP... 237, of nee, 36. Ja, 236 krijg je pit erbij. Maar je doet 2 hits. Maar op het moment dat je dus meer krachtpunten hebt, dan wordt dat nog veel meer. Dus per hit dat je bij iemand anders doet, krijg je 400 HP erbij zelf bij. Maar vaak, op het moment dat je in een aanval zit, doe je gewoon bam, 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 al je hits achter elkaar. En dan heb je in totaal dus 1200 HP wat je er in één keer bij krijgt. Dus dat is best wel lijp. Want normaal gesproken, als je in een gevecht zit, dan doe je natuurlijk bam, bam, bam. En dan gaat je HP wel redelijk snel omhoog, zeg maar. En helemaal als je in showdown wat krachtpunten hebt, dan gaat dat wel echt heel snel. Dan ben je echt bijna onoverwinnelijk, denk ik persoonlijk. Maar laten we nog maar even die map testen van dichtbij, die ik heb gemaakt. En dan gaan we met de oude sterkracht spelen en met de nieuwe. En kijken of dat heel veel verschil uitmaakt. Dat gaan we even testen. En trouwens, de naam Superboos van deze map komt natuurlijk van mijn Superboos trui. Let's go. Kan je natuurlijk kopen op www.boos.nl als je dat nog niet wist. Waarschijnlijk weet je dat wel, want ik zeg het wel regelmatig. Als reminder. Maar in ieder geval, we gaan dus nu even spelen met de oude sterkracht. Je krijgt dus gewoon minder HP erbij, dus je overleeft als het goed is wat minder lang. Maar ja, natuurlijk kan je hier ook nog steeds mee winnen. We gaan eens kijken. Ik zal meteen weer mijn gadget aanzetten. En dan zien we wel. Even hier hits, 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 hits. En een super. En als... Oh, die Frank was wel ziek. Dan zijn we alsnog wel tweede geworden, denk ik. Ja, inderdaad. Maar ik denk als je dit echt doet met echte mensen en niet met bots, dat het dan wel veel moeilijker is, zeg maar. Dan is die andere sterkracht wel echt daadwerkelijk beter. Het is nu dat het allemaal bots zijn en dat je ook allemaal random knokkers ertussen hebt. Maar normaal gesproken zou je in zo'n map alleen maar, weet ik veel, Franks hebben. En je hebt Rosa's.
Dan heb je allemaal dezelfde knokkers. En Carols heb je ook heel veel. En dan is de tweede sterkracht van Edgar sowieso beter. Maar omdat er nu allemaal bots zijn, zal het niet zoveel uitmaken. Doe nog even één laatste potje. En dan wordt dit het laatste potje van deze video. Eens kijken of we dan kunnen afsluiten met de win. Moet ik eventjes op concentratie spelen. Gadget aan. En ga met die banaan. Oké, okay, kom op. En dan super eventjes aanzetten. En oké, okay, ik kan weer HP erbij krijgen. Oh, nee. Oh, zijn tweede geworden. Ja, Frank zelfs onder de bots is mega goed in deze map. In het echt ook zo. En met bots ook zo, dus. Maar dat was dit voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Laat me weten in de comments wat jullie denken wat de betere sterrenkracht is. Ik denk persoonlijk deze. Maar als jullie denken, hey, die oude is wel beter. En dat kan natuurlijk ook. Ik ben benieuwd wat jullie vinden. Maar dat was dit echt. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!